Ja, toch even de toestand. Politie, gemeentewerkers, inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze zijn gisteren Hotel de Elderschans in Aardenburg binnengevallen voor een controle op illegale werknemers. Dat hotel is van Salam Azimi. En die kennen we dan weer als de man die de spelers van NAC Breda ruim een ton schonk na de promotie. Goedemorgen, meneer Azimi. Goedemorgen. Wat is er precies aan de hand? Nou ja, we hebben gisteren een uitvoerige controle gehad. En blijkbaar is dat, ik weet niet door wie gisteren gelekt is, maar ik werd door Janna allemaal gebeld. En dan heb je geen andere keuze dan hem te woord te staan. Dus ja. Bij deze dan u. Er is een controle geweest. Alleen, hoe dat dan toe gaat, dat zijn een beetje rare gang van zaken. Want het was man of 60. Achteraf gezien zijn we vannacht achtergekomen dat meer dan 60 man mee bezig was geweest eigenlijk. En er zijn een beetje rare taferelen, om het zo te noemen. Weet je, Noord-Koreaanse taferelen. Om met grote machtsvertoon, staatsvertoon. Ik snap er niks van. En dat is een beetje een aparte gang van zaken natuurlijk. Want dat is ook te intimiderend om... Dat was gewoon, hoe het aan toe gaat, dat is niet prettig. Maar blijkbaar waren ze ergens naar op zoek, meneer Azimi. Waar waren ze naar op zoek? Nou, wat ik begrepen heb, waren ze op zoek naar illegale medewerkers en al. Goed, gelukkig hebben ze niemand aangetroffen, want die hebben wij niet. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, zeiden ze van, dat is ooit, zijn ze ruim een jaar geleden zijn ze een keer binnen geweest. En was er iemand, dan moet je een extra formuliertje voor invullen als die uit buitenland komt, die in België woonachtig is. Nou ja, iedereen die in Nederland woont, in dat geval zou die papiertje niet nodig hebben gehad. Ja. Die extra formulier ter werkstellingsvergunning. Nou, die ene jongen blijkbaar wel, maar goed, dat wisten wij niet. We hebben ook altijd netjes zijn belasting afgedragen en al. Goed, dat was een reden om opnieuw hercontrole te doen. Oké, dus omdat ze vorig jaar al een keer bij u, en dat ging dan om één werknemer, maar iets hebben geconstateerd wat niet helemaal klopte, zijn ze nu opnieuw komen controleren? Ja, alleen met zo'n grote machtsvertoon en toestanden. Dus de gasten die dachten van dat is een beetje apart gang van zaken. Dus we hebben extreem veel steun gehad. Alleen het is een beetje, het gaat altijd intimiderend naartoe. En het probleem is, wij verdienen natuurlijk goed geld en wij presteren boven gemiddeld. En soms in Nederland wordt geld verdienen ernstig beschouwd. Of als je goed geld verdient, wordt het als crime gezien. Ja. Ja, dat is natuurlijk minder. Maar goed, het is ook die pesterij, hoe het aan toe is gegaan, dat is gewoon niet goed. U vindt het pesterijen in ieder geval, denkt dat er jaloezie achter zit. Nou, komen ze vandaag nog wel met een persbericht, de politie en de inspectie, of er overtredingen zijn vastgesteld en wat dan? Maar dat weet u vast ook wel. Is er verder nog een misstand geconstateerd of was alles helemaal picobello in orde? Nou, kijk, als je met 60 man komt, in welk bedrijf dan ook, ga je natuurlijk vanzelfsprekend een keer iets vinden. Dus er is iets gevonden? Nou nee, in de zin van, kijk, bijvoorbeeld zo'n persoon van voedselwaarwet, die had de zaak ondersteboven gezocht. En dan heeft hij een zeetongetje gevonden, wat hij dacht dat hij te klein zou zijn. Okay. Nou, lineaal erbij, toestanden erbij, die zeetong moest 24 centimeter zijn. Goed, dat is een artikel. Ja, lineaal erbij blijkt dat hij met boven de 24 centimeter is. Ja, dat is een goede zaak natuurlijk. Allemaal kleine overtredingjes in ieder geval, als ik u zo begrijp. Nee, stel je voor dat zo'n zeeton dus 3 mm te klein is, dan ga je een economisch delict en dan kun je tienduizenden euro's boete krijgen, bij wijze van spreken. Nou, we zullen het... Die desbetreffende meneer heeft gevonden dat één van die afzuigkapjes... ontbrak of weet ik het wat. Nou, die zijn al 3 keer op controle geweest. Altijd was dat punt goed. Nooit een issue van gemaakt. En opeens zou dat een probleem zijn. Ja. En midden in de controle is die meer gaan meten van de vleeswaren. En blijkt, weet ik het wat, dat die temperatuur een paar graden hoger is. Natuurlijk, want als je met 60 man personeel gaat interviewen, dan hebben ze niet de gelegenheid om in de keuken of in de bediening te werken.